In 2005 zijn de twee Groningse kantoren Doorhout CS Advocaten en Rollingswier Advocaten gefuseerd. En zetten ze hun praktijk voort onder de in Groningen al meer dan 80 jaar bekende naam Doorhout Advocaten. In het kantoor zijn rond de 20 advocaten werkzaam die de gehele civiele praktijk omspannen. Door de in 2005 betrokken nieuwe behuizing kan het kantoor verder groeien. Doorhout Advocaten is een traditioneel ambachtelijk advocatenkantoor met een moderne aanpak. De advocaten hebben een ruime mate van individuele beleidsvrijheid die hand in hand gaat met hun verantwoordelijkheden. De sfeer in het kantoor is ontspannen en inspirerend. Doorhout onderhoudt goede contacten met de universiteit. Alle automobilisten die over de A7 in Friesland rijden, kennen de naam van Aldersche Baas Advocaten die pontificaal over de volle breedte van de kantoorgevel prijkt. Het 10 advocaten tellende kantoor in Joure is een van de grootste van Friesland. De ondernemingsrechtpraktijk trekt cliënten uit Friesland en daarbuiten. Het kantoor bedient een breed spectrum aan rechtsgebieden, waaronder strafrecht, insolventierecht, onroerende zaken en familierecht. Emmen is het economische hart van Drenthe en het arrondissement Assen. Homveld van Roosmalen Advocaten is het op één na grootste kantoor van dit arrondissement. Het is een zeer goed georganiseerd kantoor, waar zowel de onderlinge omgang als die met cliënten zeer betrokken is. Homveld van Roosmalen werkt samen met andere zakelijke dienstverleners ter plaatse op het gebied van marketing. De cliëntelle bestaat zowel uit het bedrijfsleven als uit particulieren.